weet er niks over. Gaat het niet om, hè, trouwens, luidjes, want we gaan zo wel even komen wat we kwijt willen. En de grote leugenaars. Dat mag ik dat niet zeggen? Nou, dat mag ik wel zeggen. Een paar tellen nog. Zoals beloofd. Hè? Zoals beloofd gaan we even live. En we gaan zo beginnen. We zijn ondertussen in de auto onderweg richting Schiphol. Oh ja, we zijn richting Schiphol onderweg en ik ben niet alleen. Goedenavond en nog eens een goede avond voor de mensen die dit gaan zien. Er zijn al wat mensen die meekijken nu, maar er zijn ook mensen die dit later gaan zien, dit videootje, dit liveje. Even kijken, de laatste live die ik heb gedaan, want jullie gaan trouwens alleen maar even mijn stem horen hoor, kijk, want we zitten wel in de tutut. Ik ga een klein verhaaltje vertellen over zaken die op dit moment spelen en die niet spelen en waarvan mensen helemaal niets, waar mensen niets van af weten of denken iets ervan af te weten. Want we hebben een verrassing. Niemand weet dit. En weet je waarom? Omdat er een groep mensen in dit land is die de smoel dicht kan houden. En die op de achtergrond, binnen de tegenstand of het tegengeluid, zoals je het wil noemen, en andere mensen hebben daar ook een woordje voor, die kunnen hun mond houden. En die blijven hun mond ook houden. En die hebben via allerlei wegen, op de een of andere manier, contact met elkaar. En wat voor invloed hebben deze mensen op elkaar? Hè? Nou, dat hebben we in de afgelopen 2,5 jaar, hè, hebben we dat heel goed kunnen zien. Wat mensen voor invloed op elkaar hebben. En ja, goed, er zijn er veel die zijn erbij betrokken geweest. Sommige mensen hebben zich teruggetrokken. Nou, een van de personen, dat ben ik natuurlijk ook. En het gaat niet om mij, hè. Het gaat ook niet om mij, maar het gaat om ons allemaal. Ik hoor mezelf dubbel. Dus ik vraag aan diegene die naast mij zit. Want ja, ik heb wel iemand bij me trouwens. Waarvan de mensen zullen gaan denken. Hè? Hoe kan dat? Nou, dat krijg je dan zo direct wel te zien. En deze persoon laten we ook nog even aan het woord. Het was een verrassingje. Dat was een verrassingje. Want dat weet natuurlijk niemand niet. Nee. Nou, er zijn wel heel veel dingen die heel veel mensen niet weten. Terwijl ze wel de klok hebben zien hangen. Maar alleen niet weten waar de klepel hangt. Hè? Dus, en laat dat ook lekker zo blijven. Want als je niet weet wat er aan de hand is of speelt. Of hoe mensen met elkaar omgaan. Wat voor contacten ze ook met elkaar hebben. Ga je je daar dan ook niet mee bemoeien? Alsof je weet hoe dat zit. Of ga mensen niet een bepaalde kant opsturen. Of in bewoordingen. Denken. Laten horen. Van ja, ik weet precies hoe het zit. Nee, jullie weten helemaal niks. En dat is het mooie. Dat er een mooie grote groep mensen zich heeft verenigd. In de loop van de tijd. En die elkaar hun rug hebben, zoals dat dan ook heet. En die elkaar zullen dekken. En die elkaar zullen beschermen. En er voor elkaar zijn. En dat blijkt nu ook, hè? Want ik ben er wel voor deze. Want, ja, ik hou jullie nog een beetje in spanning. En jullie zullen wel denken, ah, ja, wat is dit allemaal? Waarom?
Ja. Omdat deze persoon al een heel poosje van alle kanten wordt beschimpt. En afgemaakt en gek gemaakt. En deze persoon is hier niet voor niets. Op dit moment in Nederland. Want we zijn natuurlijk wel in Nederland. En niemand had dit natuurlijk kunnen bedenken of kunnen verwachten. Maar de mensen die mekaar zijn rug dekken en helpen, die verwachten dit wel. En die zijn er ook heel blij om. En de mensen, de haters voor deze persoon, die daar trekken we een lange neus naar op dit moment. Want wat godverdikke, wat was je blij zeg. Want deze persoon ziet er goed uit, man. Heeft het voor elkaar. De laatste keer dat ik deze persoon heb gezien, dat is 6 maanden geleden, 5 maanden geleden. Ja, dat denk ik wel ongeveer zoiets. Wat? Bijna 7 maanden geleden alweer, ja. Maar toen ging het niet helemaal goed. En toen hebben wij een heel goed gesprek gehad met meerdere mensen. En ze heeft, wat raam we, ze heeft de juiste keuze gemaakt. Om afstand te nemen. Net zoals mensen die op de achtergrond elkaar wel ontmoeten en elkaar zien. Maar wel afstand hebben genomen. Van een heleboel randzaken. Want ja, zoals het in de afgelopen 2,5 jaar is gegaan, is er veel gebeurd. Maar er is weinig gebeurd. Maar toch ook weer heel veel. En dan weet je precies wat ik ermee bedoel. Lieve lui. Ik zie hier iemand kijken met een bruin gezicht. Dat ik denk van, ja. Yeah, zullen we het doen of zullen we het niet doen? Nou, we gaan het doen. En ik ga jullie niet laten zien waar we nu zijn. Maar we zijn in ieder geval onderweg richting Schiphol. Ja, we moeten zorgen dat we niet de afslag naar Schiphol missen. Hoor je dezegene praten? Hoor je die stem? Het is toch wel de meest irritante stem die je maar kunt bedenken in een verzetswereld Nederland. In deze tijd is die drukte misschien niet zo erg op Schiphol. Zoals ze dat allemaal zeggen in het nieuws. Nou, er zitten nu mensen mee te kijken. Dan kijken er wel weer wat mee. En straks zullen de mensen ook wel denken van, hè? Ja, precies ja. Wie zit er naast me? Want dat had niemand gedacht natuurlijk in Nederland. Want er zijn heel veel mensen die heel erg haterig zijn richting dit persoon. Maar zij is niet voor niets hier op dit moment. Hè? Ja, want de reden waarom ik hier ben... Kijk eens! Kijk eens! Ja? Wie is dat? Wat ziet ze er goed uit, verdomme man. Hoi Mita, lieverd! Mita is fucking gewoon in Nederland. Jullie dachten dat ze in Kazachstan zat, hè? En dat geldt voor de haters van Mita en van mij en van nog wat mensen om ons heen. Die ons niet zo aardig vinden, omdat wij dingen exposen of laten zien. Wat ze niet leuk vinden. Wat het eigenlijk was, is dat... Wou je praten, Mita? Oh ja, sorry. Goedenavond. Sorry, goedenavond. Hoi. Goedenavond. Verrassing, ja. Luidjes. Ja. Mita Overvliet, die zit bij mij naast in de auto en ze is bij nog wat meer mensen vandaag geweest. We gaan geen namen noemen. Nee. Dat gaan we absoluut niet doen. Maar die waren ook zeer verrast en heel blij. Wacht, ik pak de telefoon maar even. Doe maar even. Ik wil niet in beeld, hè? Nee. En dan moet je hem gewoon even zo bij het Even het scherm. Doe maar even het scherm. Ja. Nee, hoi. Er is... Ik ben er echt. Ze is het echt hoor. Stelletje. Ja. Nee, het is namelijk zo geweest. Ik heb dus bericht gehad van het CMI. Centraal Meldpunt Identiteitsfraude. Dat heeft er dus mee te maken dat... omdat er vorig jaar mensen door mijn spullen zijn gegaan. Waaronder dus ook mijn... BSN-nummer en kopie van mijn paspoort en zo. En die hebben dus contact met mij opgenomen dat ik naar Nederland moest komen om dus nieuwe paspoorten aan te vragen. Ja, dat kan ik alleen maar zelf doen. En dan gaan ze die andere kopies gaan ze dan in het systeem neerzetten. Zodat als die dan gebruikt worden voor iets, dan gaat er daar ergens een soort belletje of alarmpje branden. Ja, het is een duur reisje, maar het was nodig. Welkom terug in Nederland, Mita! Veilig natuurlijk, ook omdat ik vanwege mijn nieuwe baan bij de gewichthefbond in Kazachstan. Dus ook even wat zekerheid moet hebben. En nu zijn we onderweg naar Schiphol, want nou, dat was het dus. Even een dagje Nederland. En ik had een heel mooi cadeau trouwens gekregen van iemand. Ja, ik heb echt een prachtig cadeau gekregen. Een hele mooie cadeau. Ja, is voor heel veel mensen bedoeld. Voor heel veel mensen bedoeld. Ja. Want heel veel mensen denken natuurlijk dat ik
te bang ben om naar Nederland te komen. No way, liefje. Gaan allemaal verhalen, de raarste verhalen gaan rond over mij. Ja, ik hou me er niet mee bezig. Heel verstandig. Ik heb een prachtig leven, mensen, in Kazachstan en ook in Kyrgyzstan natuurlijk. Je ziet hem toch, man? Het gaat goed met mij. En het gaat ook goed met de mensen om mij heen. En ik ben echt bezig met positiviteit. Ook voor jullie in Nederland, mochten jullie een toevluchtsoord, mensen die helemaal aan de grond zitten, of wat dan ook, dit is plek voor jullie. Ja, en ik zal samen met de mensen, met mijn vrienden in Kazachstan of Kyrgyzstan, zullen wij ervoor zorgen dat wij ook een plek hebben voor jullie. Dat wil ik jullie alleen even laten weten, want ik heb niet stilgezeten. En ik zit ergens ook nog steeds niet stil. En ik ben jullie niet vergeten. Er komt trouwens nog een doos cadeaus onderweg. Wanneer die aankomt, weet ik niet. Maar goed, dat is het weer. Oh, hier, kijk. Toevallig stond het gisteren bij Videre dat je Nederland zou zijn. Ja hoor. Nou, dat kan niemand weten. Dat kon niemand weten. Kon niemand weten. Bullshit dus. Bullshit wat je daar opschrijft. Ja. Nee, dat is uitlokken, joh. Wat moet je doen bij ons? Uitlokken. Maar dat geeft niks. We zijn weer terug onderweg naar Schiphol, dus ik ga er weer vandoor, mensen. Ik ga hem weer op de radio zetten. Zo. Ik laat hem hier gewoon staan, want dat is beter. Ja. Nou, zoals ik dus al had gezegd en aangekondigd van de week. Nou, dat was een verrassingje, hè? Zo'n bommetje. Dat, omdat mensen denken dat... Je was te stil, zeiden ze. Oh, oké. Okay. Ja, dat klopt. Ja, ik ben persoonlijk natuurlijk al een poosje stil. Dankjewel, Francis. Maar we zijn wel op de achtergrond met elkaar bezig om het tegengeluid toch nog een keer een body te gaan geven, mensen. En alleen mensen die echt serieus zijn en geen dubbele agenda's hebben, die zijn welkom. Dat hebben we al eerder gezegd. En dat zie je, dat ontstaat er. Dus. En dat is geen grote mond hebben. Dat is gewoon voor elkaar opkomen en zorgen voor elkaar. En meer kun je niet doen. Er voor elkaar zijn, Mita, hè? En of je nou in Nederland woont, of dat je nou in België, of in Duitsland, of in Frankrijk woont. Want in Frankrijk komen we ook, hè? Mm-hmm. Oh, er zitten mensen van Fidel. Oké, nou hartstikke leuk. Laten we gewoon even ignoreren. Ik geloof dat wij al heel goed weten hoe sommige zaken zitten. Dus, ja. En je komt er vanzelf wel achter, weet je. Dus is hier, daar ga ik er ook bij zeggen, Mita is niet alleen maar voor de lol hier in Nederland. Even kijken. Oh, ja, ik moet hier rechts. Afslag. Wacht even. Even kijken hoor. Nee. Hier. Ja? Oké. Okay. Ja, oh, ja, ja, hoor. Hier. Nou ja, wij zijn even druk. En dat nog in een lijfje. Hè? Leuk. Ja. Maar Mita is natuurlijk niet alleen maar voor de lol hier in Nederland. En wij op de achtergrond zijn er niet alleen maar voor de lol voor Mita. Want er zijn wel wat zaakjes die in de aankomende tijd opgelost gaan worden. We hebben dat al vaker gezegd en de mensen hebben dat ook al gevoeld op de achtergrond. Hè? Morgen moeten we maar eventjes kijken hoe de zitting afloopt. Ik ben daar zelf niet aanwezig natuurlijk. Mm-hmm. Mm-hmm. Wij bewandelen de weg van... Mm-hmm. Welke weg bewandelen wij niet aan? De goede of de slechte? De goede weg. Ah, en we doen het op een nette manier. Ik heb niks meer te maken met alles wat zich afspeelt in Demoland of weet ik veel. Ik ben daar ook niet mee bezig. Mm-hmm. Ik zit op de juiste weg. Ja, heel ver weg. Heel ver weg, heerlijk. Maar nu even niet, hè? Nu even niet, nee. Maar ja, ik ga weer terug. Dus, Kom je ooit nog weer een keer terug naar Nederland? Ik weet het niet. Ik heb tegen de gemeente waar ik mijn paspoort moest aanvragen en zo. Mm-hmm. Ik heb gezegd van, het kan ook zijn dat ik mij helemaal laat uitschrijven. Mm-hmm. Dat ik mij helemaal laat uitschrijven hier in Nederland. En dat ik emigreer, om maar zo te zeggen. En dat ik ook niet meer terugkom. Dus, Dan komen we bij jou op visite, maar dat weet je. Die staan nog open. Dus. Ja, er staan nog wel een paar dingen open. Maar daar hebben wij hele slimme mensen voor. Daar hoef ik zelf niks te doen. Ja, dus als je mee wil... naar de kutcamping in Kazachstan. Oh ja, de kutcamping. Ja. Dan kun je je altijd melden natuurlijk. Dus. Ja.
Maar je ziet het, er wordt niet geluld. Want mensen hebben op de achtergrond echt wel contact met elkaar. En je ziet het. Eigenlijk is Kazachstan heel dicht bij Nederland. Als je het zo bekijkt. Het is niet zo ver hoor. En jij bent niet bang om naar Nederland te komen? Nee. Nee. Maar ik heb ook niet echt veel zin om hier in dit land te blijven. Want, ik ook niet. Net als heel veel mensen die al aan het verhuizen zijn naar een ander land. Oh, Danny met de kutcamping is ook aanwezig. Onze Danny? Ja, onze Danny, ja. Ja, onze Danny. Er kijken natuurlijk weer heel veel mensen mee die een hekel hebben aan Ritaatje. Hey. Ik zie ze niet, want ik heb ze geblokkeerd. Dus bij mij zitten ze niet. En ze mogen bij mij gerust meekijken, want we hebben namelijk helemaal niks te verbergen. Weet je wat het is? Als je eerlijk, oprecht en menselijk bent, dan beste Mahi en consort. Want jullie staan op de korrel namelijk, hè? Vergeet dat niet. Dan komt het best goed met iedereen. Zeker. Maar haal geen rare praktijk uit, hè? Want dit, zoals je nu ziet, dat Mita wel in één keer in Nederland is. Ja, niemand heeft dat geweten. Niemand heeft dat geweten. En dat geldt voor meerdere zaken. Dat mensen zomaar naar Nederland kunnen komen. En meer zeggen we daar niet aan. En daar houden we het bij. Ja. Dat was hem. Dat was even hem, hè? Even een verrassing. Ja. Voor die mensen die zeggen van, die dikke wimpetroela, dat varken, weet ik voor hoe ze je noemen allemaal. Hé. Hey. Daar, ik weet het niet. We rijden wel een rondje, maar... Weet je, we gaan ermee stoppen. Maar dit was alleen maar even om aan te tonen dat Mita wel degelijk ook naar Nederland komt. En dat ze daar zeker niet bang voor is om dat te doen. En om zich ook nog te laten zien op plekken waar het binnenkort nodig is, mensen. Want wij gaan wel een paar plekken bezoeken. En of Mita erbij is? Ja, dat blijft altijd een verrassing. Je ziet er zelf wel een lijf voorbij komen. Dit was voorlopig mijn laatste lijf in Mitaatje. Na heel veel tijd. Hebben we nog een boodschapje? Moeten we dat nog zeggen of moeten we dat niet zeggen? Nee. Zullen we ons mondje houden erover? Ja, dat gaan we doen. We houden lekker onze mond. Mm-hmm. Ja. En wij wensen iedereen die ons niet aardig vindt. Hè? Ik kan het niet lezen, lieverd. Even kijken. Alles wat je gedaan hebt. Oké. Laat ze maar lekker. Ik heb die mensen toch al geblokkeerd. Dus ik zie die reacties ook niet. Jij hebt ze niet geblokkeerd. Dus, nee, ik blokkeer eigenlijk helemaal niemand. Nee. Nee. Dus, laat ze lekker. In ieder geval, dankjewel mensen. Dus, Je was er weer even. Ik was er weer even. En je ziet er top uit. Je bent weer gezond. Ja. Want ik heb jou de laatste keer in Frankrijk gezien en toen was jij niet gezond. En toen hebben wij heel lang gesproken. En je hebt geluisterd. Je hebt het aangenomen dat je even weg moest. En je ziet er mensen. Wim Petrula. Ja, het is dat ik net vrijgezel ben weer, wat anders. Je ziet er goed uit, maat. Ja, gelukkig. Met 20 kilo minder. En dan zal een bepaalde site hier met dit filmpje wel weer aan de loop gaan. Nou, veel plezier ermee, luidjes. Hè? En vooral door blijven gaan. Tot binnenkort. Dat was hem. We houden onze smoel nu dicht, Mita. Wacht, ik zet hem nog één keertje op mij. Ja. Om even... te laten zien dat je het echt bent. Positiviteit. Ja, duwen. Ja, zo. Ja, kijk. Ja. En dat doe ik heel kort dit zo. Hi. Ik ben het ook. Maar ja, dat hoor je. Ja. Fijne avond, stelletje trollen. Ja. Doei. Zie jullie.